Het is goed dat vooral jongeren weten wat de rol van Suriname is geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog, zegt Cynthia McLeod, de coördinator van de tentoonstelling over Anne Frank en de schrijfster van het dagboek De Schuilplaats. De tentoonstelling Laat mij mezelf zijn gaat over de perikelen rond de Tweede Wereldoorlog en de Jodenhaat tijdens het regime van Adolf Hitler. McLeod merkt op dat er een Surinaams steentje is in de tentoonstelling, omdat het geen ver van je bedshow moet zijn voor de bezoekers. We hebben hier een tentoonstelling over Anne Frank. Anne Frank, iedereen kent dat verhaal van Anne Frank. Anne Frank is het Joodse meisje dat tijdens het onderduiken, in haar onderduikadres in Amsterdam, in het dagboek heeft geschreven. En dat dagboek van Anne Frank is natuurlijk een van de allerberoemdste boeken ter wereld geworden. Het is na de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld. En Anne Frank is het gezicht geworden van de Tweede Wereldoorlog. En van, vooral van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Want iedereen weet waarom de Tweede Wereldoorlog zo verschrikkelijk is geweest. 6 miljoen Joden zijn vermoord, vergast. Hè? Dus, en die tentoonstelling gaat dus daarover, over Anne Frank, die ondergedoken in haar dagboek schrijft. McLeod zegt verder dat de tentoonstelling de hele wereld rondgaat, maar dat zij er bewust voor heeft gekozen om het aandeel van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog te accentueren. Maar hoe het land Suriname, de Surinaamse gemeenschap, als enig land in de wereld de Joodse vluchtelingen heeft opgevangen. Hoe Suriname, de Surinaamse gemeenschap, heeft uitgeroepen: elke Jood die kan vluchten is welkom in Suriname. En gelukkig die boodschap is overgekomen en ze zijn gekomen, niet duizenden, een paar honderd, maar het is wel het verschil van leven en dood voor die paar honderd mensen geworden. En vele vinden, kijk, jongeren van nu horen alleen maar akelige dingen over Suriname. Zoveel negatieve dingen. Suriname heeft ook geweldige, mooie, positieve dingen gedaan in de wereld. Hè? En dat moeten onze jongeren ook weten. We zijn geen lousie land. Hè? We zijn een fatsoenlijk, keurig land die geweldige dingen hebben gedaan, onze gemeenschap. En laat onze jongeren zich ook daarvan bewust zijn en laat ze daaraan een voorbeeld nemen. Bij de tentoonstelling wordt er ook veel aandacht besteed aan Joseph Nassi, een Afro-Joodse Surinamer die de Holocaust overleefde. Nassi woonde in Parijs toen hij tijdens de oorlog gevangen werd genomen. Daar heeft deze Surinamer honderden kunstwerken gemaakt die het beeld van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en alles daaromheen schetsen, merkt McLeod op. De tentoonstelling is voornamelijk voor jongeren en is tot 10 maart te bezichtigen in Wees Paraat aan de Eddy Broemastraat.